En de Surinaamse schoonheid Jalisa Pigot is gisteravond in Polen op de derde plaats geëindigd van de Miss Supranational verkiezingen. Aan dit contest hebben 71 landen deelgenomen. De titel Miss Supranational 2016 ging naar Srinidhi Shetty van India. Op de tweede plaats eindigde Miss Venezuela Valeria Vespoli. Jalisa Pigot, die in juli gekroond werd tot Miss Tropical Beauty Suriname, werd second runner-up. Eerst werd ze geselecteerd tot de top 25. Ze kwam daarna via de top 10 in de top 5 terecht. Van de 71 deelnemende schoonheden eindigde Pigot tenslotte op de derde plaats. Daarna werd ze ook uitgeroepen tot Miss Photogenic. En de Miss Supranational verkiezing is gisteren live uitgezonden via ATV. De heruitzending is zondagavond om 6:45 op ATV 12.1. Roger Kioassen zal Suriname vandaag vertegenwoordigen bij de eerste editie van de Mr. Supranational verkiezingen in Polen. ATV zendt deze verkiezing morgenavond om 10:00 uit en wel op kanaal 12.2.